bij de sprekers. Daar is men voorlopig enkel nog Sam aan te kondigen. Sam is onderzoeker aan de KU Leuven en aan de PXL Hogeschool en gaat ons wat vertellen over bodem en klimaat en mogelijke win-wins die daaruit te halen zijn. Sam, het woord is aan jou. Oké, dank u wel voor de uitnodiging en voor de introductie. Ik heb inderdaad twee petten op, eentje van de KU Leuven, eentje van de Hogeschool PXL. Ik denk dat dat niet echt een overbodige luxe is, die twee petten in tijden waar dat kappers toe zijn. Dus ik ga jullie inderdaad wat meer vertellen over welke variabelen zijn nu belangrijk om koolstofopslag in de bodem te verklaren, met een focus op bodem dus. En in de tweede plaats wil ik jullie ook graag een aantal tools laten zien die dat jullie denk ik kunnen gebruiken in een aantal inrichtingsprojecten om te bekijken hoeveel koolstofopslag wordt er nu opgeslagen in de bodem. Goed, dus ik was niet zo origineel met mijn titel, Bodem en Klimaat en Win-Win, een beetje geïnspireerd door de titel van de hele sessie vandaag. Dus ik zou willen beginnen met het in een grotere context te plaatsen. Bodem en eigenlijk ook duurzame ontwikkeling, gekoppeld aan die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die dat Paul in het begin al heeft voorgesteld. Daar zie je eigenlijk ook dat bodem heel belangrijk is daarvoor. Paul heeft daar net al de nadruk gelegd op doelstelling 13. Climate action, dat ook heel belangrijk is. De rest van mijn presentatie gaat daar ook over. Maar eigenlijk is bodem veel breder dan dat. Heeft bodem een effect ook op een aantal andere doelstellingen? En hier zie je in de figuur rechtsonder, is uit een rapport van de FAO, op welke doelstellingen dat nu net bodemkoolstofopslag een effect heeft. En dan zie je 13, climate action, heel logisch, ook na het verhaal van Wart. Maar je ziet ook dat dat heel belangrijk is voor doelstelling 2, Zero Hunger, omdat bodemkoolstofopslag is onlosmakelijk gekoppeld met uw bodemvruchtbaarheid. Hoe meer organische stof in uw bodem, hoe beter uw nutriënten kunnen vastgehouden worden en ter beschikking kunnen worden gesteld aan uw planten. Dus ook naar voedselproductie, zeer belangrijk. En daaraan gekoppeld ook doelstelling 3, Good Health en Wellbeing. Maar naast die ecosysteemdiensten, eigenlijk, die voordelen voor ons als mens, heeft het ook voordelen voor de natuur en biodiversiteit. En dan zie je met doelstelling 15, Life on Land, heel uw, uiteindelijk, uw bodem is ook een levend ecosysteem. Uw organische stof is ook belangrijk als voedselbron voor al die bacteriën, schimmels, virussen. Er zit ook virussen in de bodem, misschien ook wel gevoelig deze tijd, maar al die organismen hebben dat ook nodig. Dus ook naar biodiversiteit is dat heel belangrijk. Bodem en biodiversiteit, de juiste plant op de juiste plaats, is zeer belangrijk en zeer actueel. En als je dan nog eens verder gaat kijken, meer gericht op bodem, op de volgende slide bedoel ik, dan zie je dat, ik gebruik deze quote heel vaak van de voormalige president van de Verenigde Staten, Franklin Roosevelt, 1937, zei hij of schreef hij: The nation that destroys its soil destroys itself. Soil is one of the most important assets of a nation. Een van de meest belangrijke assets, wat ook weer eigenlijk de link maakt met de economische waarde. Je kan dat wat doorvertalen naar economische eenheden. Maar als we onze bodem niet goed verzorgen, dan maken we eigenlijk ook het onszelf heel moeilijk. En ik denk, Wart heeft hier daarnet ook al wat op teruggekomen, maar hoe ziet een goede bodem er nu uit? Hangt heel sterk af over welk landgebruik wil je erop gaan doen natuurlijk. En voor een veenbodem gaat dat heel anders uitzien dan het figuurtje hier links op de slide. Maar gemiddeld zie je dat ongeveer de helft minerale bodem is. Dat is uw klei, uw zand, uw leemfractie. Een kwart lucht en een kwart water. Dus uw porositeit is ook heel belangrijk. Daar moet voldoende water kunnen opgeslagen worden, lucht in opgeslagen worden. En een heel kleine fractie is die organische stof. En het is eigenlijk op die kleine fractie dat ik vandaag dan nog wil focussen. En rechts zie je nog een heel mooie overzichtsfiguur van welke functies, welke diensten levert de bodem nu net. Ik heb daar net al ecosysteemdiensten vermeld. Je gaat zien dat heel veel ecosysteemdiensten letterlijk hun wortels hebben in de bodem. Dus we mogen die bodem zeker niet vergeten in onze beslissingen. Zie je ook op de volgende slide. Is een figuur uit de natuurrapportages van het INBO. Gebaseerd op de ecosysteemdienstencascade. Misschien hebben jullie daar al van gehoord. En je kan eigenlijk al die stappen
in een cascade zetten. Dat is eigenlijk een beetje het idee van het systeemdenken. Als je ergens iets verandert aan je radar, dan gaat ook onderin in je cascade de dingen veranderen. En dan kan je dat heel theoretisch weergeven in zo'n schema. Klimaatregulatie in de bodem wordt beïnvloed door een aantal structuren, processen, die leiden tot functies, leiden tot diensten. En uiteindelijk, en dat is het belangrijkste van deze figuur, als we het hebben over ecosysteemdiensten, wat is net de win-win met tussen bodem en ons als maatschappij? Dan zie je dat die op verschillende aspecten ook bijdraagt tot ons menselijk welzijn. En die figuur, daar ga ik zelfs nog een aantal keren wat concreter maken, hè, met wat figuren. Als we nu eens gaan kijken naar ons hele koolstofplaatje, dan zie je waar zit nu net de koolstof opgeslagen op globale schaal. Dan zie je dat in onze aquatische systemen, en meer specifiek in de diepe oceanen, net het meeste koolstof zit opgeslagen. Nu, dat is niet echt iets waar dat ik thuis ben en misschien ook niet echt zo relevant is voor de VLM op zich. Ik denk dat jullie veel meer geïnteresseerd zijn in die terrestre systemen. En dan zie je dat koolstof wordt opgeslagen in zowel de biomassa, in uw vegetatie, in uw strooisellaag, maar ook in de bodem. En je ziet dat die bodem eigenlijk 3 keer zoveel koolstof bevat als de vegetatie en 2 keer zoveel als er in de atmosfeer aanwezig is. En daarom is het wel belangrijk om op die bodem te focussen. Als we nu eens gaan kijken naar toch die biomassa-component, dan zie je dat die eigenlijk goed gekend is en goed modelmatig te benaderen. En we hebben heel gedetailleerde opbrengstabellen die dat u per boomsoort en per boniteit, en daar kom ik zelfs nog op terug, per standplaats. Hoe geschikt is de standplaats voor bijvoorbeeld berk, voor els of voor populier? Kan je daar biomassa aangroei voor gaan berekenen, uit die tabellen halen? En dan kan je eigenlijk grosso modo stellen dat 50% van de biomassa eigenlijk koolstof is. Dus dat je die zo kan opslaan. Die boniteit, waar ik het daar net over had, ja, ook weer gelinkt met bodem. En ook weer afhankelijk van je biotiek. Wat is je textuur? Wat is de vochtigheid van je bodem? En dat kan je dan in zo van die mooie grafieken steken als daar rechts. Waarbij dat je kan zien van welke standplaatsen zijn nu net heel geschikt. Of waar gaat de beuk, die dat er direct opvalt in het midden, waar gaat die gaan domineren, waar gaat die zich heel goed thuis voelen? En waar gaan andere boomsoorten zich net goed kunnen gaan vestigen? Maar ook weer afhankelijk van die biotiek, ook van dat bodemleven. Dat is echt iets wat ik ook zeer sterk wil benadrukken. Heel vaak als je bodemanalyses laat uitvoeren, krijg je een mooi lijstje van je fysico-chemische parameters, je textuurklasse, je nutriëntenhuishouding. Maar bodemleven is eigenlijk nog heel niet zo goed gekend. En je ziet hier dat dat ook weer een heel systeem is op zich. Je strooisel, je organische stof, gaat dat weer verteerd worden, gaat dat weer, is weer je voedsel voor je schimmels en je bacteriën, die dan weer gepredeerd worden door je mijten enzovoort. Dan weer spinnen, kevers, regenwormen, als je ecosysteemingenieurs enzovoort. Daar zit ook weer een hele cascade in. Maar in het algemeen mag je eigenlijk zeggen, koolstofopslag in de biomassa is redelijk makkelijk te modelleren. Natuurlijk, je kan je wel de vraag stellen in welke mate is koolstofopslag in biomassa duurzaam? Want als je het hout daarna gaat oogsten en je steekt het in je kachel, gaat die CO2 terug vrijkomen. Dat is waar. Hè? Dus eigenlijk als we het hebben over koolstofopslag in biomassa, ook het gebruik van die producten van uw biomassa nadien is heel belangrijk om dat net in kaart te brengen. Gaan we nu kijken naar koolstofopslag in de bodem, dan zie je dat dat eigenlijk een wisselwerking is tussen enerzijds je input van organisch materiaal door je bovengrondse biomassa, je primaire productie. Daar gaan ook weer, stel dat je naar een bos kijkt, strooisel op de bodem vallen, gaat dan weer in je bodemsysteem terechtkomen enzovoort. Maar primaire productie is heel belangrijk. Of in een landbouwcontext, als je het organisch materiaal gaat aanvoeren, door bijvoorbeeld bemesting te gaan toevoegen of compost te gaan toevoegen, dat is eigenlijk je inputkant, koolstof-inputkant. Maar aan de andere kant heb je ook een outputkant. Je kan door respiratie, doordat koolstof terug wordt afgebroken en als CO2 de atmosfeer in terechtkomen, verlies je weer koolstof. Of door erosie. Maar dat is natuurlijk wel rekening houden met het
mooie verhaal van Bart daarnet. Je verliest het op één plaats, het komt weer op een andere plaats terecht, waar het misschien bedolven wordt onder nog ander materiaal en het dus wat stabieler gaat vastliggen. Maar op zich is dat ook weer, als je kijkt naar naar de plaats waar je echt op inzoomt, verlies je het wel op die plaats. Of afvoeren door beheer kan ook, is ook weer een soort van output van uw koolstof. Ik denk dat daarnet ook heel interessante beheersvragen zijn gekomen. Daar gaat vaak een wisselwerking zijn. Hoe kan ik mijn beheer nu zo optimaal kiezen? Of hoe kan ik nu spreken van een klimaatvriendelijk, een koolstofvriendelijk natuurbeheer? Dat zijn ook heel interessante vraagstukken. En wat zijn die? Het is net die balans tussen input en output die ervoor gaat zorgen hoeveel koolstof er nu net in uw bodem zit opgeslagen. En als we nu eens gaan kijken naar de variabelen, en welke variabelen zijn nu net belangrijk om uw koolstofvoorraad in de bovenste 100 centimeter te gaan verklaren? Ik ben eigenlijk gestopt naar 100 centimeter, maar je zag heel mooi in de figuren van Wart daarnet dat daaronder, en zeker in veenbodems, ook nog veel koolstof kan zitten. En voor bepaalde bodems gaat dat voldoende zijn om naar de bovenste 50 centimeter te kijken of 100 centimeter te kijken, maar ja, je kan dan nog altijd iets aan het vergeten zijn. En als je ziet onder bos, dus ik ga zelfs focussen bos en natuurgebied, onder bos, zie je dat grondwaterstand heel belangrijk is. Ook weer gekoppeld aan het verhaal van Wart eigenlijk. Eigenlijk was een heel mooie inleiding. Hoe hoger je grondwater of hoe dichter je grondwater bij je maaiveld staat, hoe moeilijker je koolstof kan afgebroken worden, hoe je organische stof kan afgebroken worden. Want dat is een aeroproces, proces, dat heeft zuurstof nodig. Dus geef je dat zuurstof niet, doordat je grondwater heel hoog komt, kan het niet afgebroken worden en gaat het in je bodem opgeslagen blijven. En dan zie je dat was de belangrijkste variabele in onze modellen. Tweede belangrijkste was bodemtype. Natuurlijk is je bodemtype ook gekoppeld met je grondwaterstand. En dan zie je ook weer hier dat die bodems, die heel nat zijn, bijvoorbeeld je glijsels, dat is hier de letter GL in de figuren, zeer natte bodems slaan heel veel koolstof op. En HS, de histosols, de veenbodems, zijn daar natuurlijk de toppen. Daar vonden we de hoogste koolstofopslag. Ook in de bovenste 100 centimeter. En opnieuw, daaronder zit ook nog heel veel. Waar dat het minste koolstof in opgeslagen was, onder bos, die dat wij vonden, waren de arenosols. Dat zijn eigenlijk zandbodems waar dat ook niet veel in zit. En bijvoorbeeld de stuifduinen, daar zie je ook heel weinig organisch materiaal inkomen natuurlijk. Hè. Dan zagen we dat ook boomsoort, en we hebben het eigenlijk gegroepeerd op boomgenus, een belangrijke rol speelde. Els, hè, Aldus, kwam daar heel hoog uit. Natuurlijk, ja, je weet zelf ook, Els die staat net op die natte stamplaatsen. Dus dat is ook weer gekoppeld met die andere variabelen natuurlijk. En anderzijds, berk en pinus, de dennenbossen, die zijn dan weer wat armer aan koolstof. Voor den, en daar kom ik zelfs nog op terug, een naaldboom in het algemeen, heb je nog wel een verschil tussen je koolstof die is opgeslagen in je minerale bodem en de koolstof in de strooisel laag. En daar kom ik zelfs nog op terug. En dan de vierde variabele, je kleigehalte is ook heel belangrijk in het voorspellen van je koolstofvoorraad. Want klei, wat gaat klei doen? Daar gaat eigenlijk een soort van beschermend laagje rond je organische stof vormen, waardoor dat het weer moeilijker of minder snel afgebroken kan worden. Op de volgende slide heb ik nog een aantal foto's van uw bodemtype. En die tonen eigenlijk ook aan dat het, ja, kijken naar de bovenste 100 centimeter, soms wel een, dat inhoudt, dat je dan wel iets verliest. En dan zie je er drie atypische bodemprofielen. Want vaak kan je zeggen, je koolstofgehalte neemt exponentieel af met de diepte. Wel, voor deze drie types is dat eigenlijk niet het geval. Dus daar moet je wel echt te goed naar gaan kijken. Dat zijn de antrosols, bodems die dat jarenlang of eeuwenlang zijn aangereikt met koolstofrijk materiaal. Zie je ook weer hier, hoe donkerder, hoe meer organische stof en hoe meer koolstof, zie je dat die organische, rijke A-horizont tot zelfs 80 centimeter diep gaat. Dus dat is wel, daar zit heel veel koolstof in opgeslagen, ook nu nog, hè, nu dat dat beheer gestopt is, dat geen organisch materiaal meer op wordt toegediend, zie je dat nog altijd, hè, dus koolstofopslag, dat was eigenlijk daarnet ook de vraag, hoe snel groeit dat aan?
Er wordt wel eens gezegd, veen komt te voet, maar gaat te paard. Of is het vertrouwen, komt te voet en gaat te paard. Maar voor veen kan je dat ook zeggen. En je ziet dat, ook die historische events nog altijd zichtbaar zijn. Potsels als middelste en als tweede bodemtype zie je ook weer dat je op een bepaalde diepte met je humusaanreikingshorizon hebt. En je ziet dat die donker is, dus daar zit ook weer humus in, daar zit organisch materiaal in, daar zit koolstof in. Of we graven veenlagen, die zijn daar ook nog altijd en dat is ook nog altijd, uw koolstof wordt ook nog altijd in opgeslagen. Maar zoals Wart daarnet ook al zei, staat soms op de bodemkaart, maar vaak ook niet. Dus vaak weet je niet dat het er zit en dat is dan wel jammer. Als we dan gaan kijken naar de open natuur, opnieuw, welke variabelen zijn hetzelfde? Je ziet een heel deel dezelfde variabelen komen. Dus opnieuw uw bodemtype met uw natte bodems die hier uitsteken, gleisels. Hier is toch soms iets minder, omdat we daar niet zoveel data van hebben. Dat is nog iets waar ik ook zelfs op terugkom. En de umbrisols, de UM, ook weer gekenmerkt door een koolstofrijke toplaag. Dus dat is ergens wel logisch. Grondwaterstand, net hetzelfde verhaal als daarvoor. Hoe dieper uw grondwater, hoe minder goed dat uw organische stof beschermd wordt. Klei ook weer, hoe meer klei, hoe beter dat beschermd is. Ook al zie je hier, daarvoor in het begin, dat ook niet kleirijke bodems veel koolstof kunnen bevatten. Denk aan die antrosols van daarnet en die potsols, daar kan ook nog koolstof in worden vastgehouden. Of de veenbodems. En wat ook interessant is, en wat ik daarnet zei, een beetje ondersteun, is dat ook uw vegetatiehoogte, CWV, Community Weighted Variability, en Community Weighted Mean Height, dus uw vegetatiehoogte, belangrijk is, maar ook de variatie in vegetatiehoogte. Vegetatiehoogte kan je eigenlijk linken aan uw biomassa input, aan heel die inputkant. Hoe groter uw vegetatie is, hoe groter uw boom is, en hoe omvangrijker de kruin is, hoe meer strooisel door de boom kan vallen en hoe meer input er is. Maar, en dat is ook interessant, die V hier, ook de variatie in vegetatiehoogte is belangrijk. En dan zie je ook dat in een bos, waar dat veel structuurvariatie is, waar je die verschillende lagen hebt, je ook een grotere input hebt aan organisch materiaal. Eigenlijk moet je dat zien als een soort van complementariteitseffect, als je naar biodiversiteit kijkt. Uw vegetatie of uw bosbestand is net in staat om uw licht en al die hulpbronnen efficiënter te gaan gebruiken en efficiënter te gaan omzetten in biomassa en in primaire productie. En dus ook, wat er dus ook weer voor zorgt dat er meer biomassa op uw bodem terechtkomt. Dus zowel uw variatie, uw biodiversiteit bovengronds, in algemene termen dan, is ook belangrijk voor uw ondergrondse koolstofopslag. Gaan we nu eens kijken naar hoeveel dat er in de Vlaamse bodem zit opgeslagen. Je ziet eigenlijk al meteen als je die kaart ziet, Brussel is geel, dat is omdat er geen data van beschikbaar was, niet dat er geen koolstof wordt opgeslagen. En ook die stedelijke gebieden liggen er niet in, daar hadden we ook geen data van, maar ook in tuinen wordt natuurlijk koolstof opgeslagen in de bodem. En om u een aantal cijfers te geven, je ziet hier akkerland, gemiddeld gezien de laagste koolstofopslag, 10 kilogram per vierkante meter. Maar je ziet, doordat dat een hele belangrijke open ruimtespeler is, en je hebt een heel grote oppervlakte aan landbouwareaal, wordt daar in absolute hoeveelheden wel het meeste koolstof in opgeslagen, tot 40 megaton koolstof. En dan zie je voor bossen, daar is het meeste, tot 17,58 kilogram per vierkante meter. In het totaal 26,99 megaton is dat veel. Ik heb het dus uitgerekend. Dat zijn 2699 Eiffeltorens of meer dan 5.400.000 olifanten. Ik heb het gewicht van een volwassen olifant gebruikt. Beeld u dat maar eens in. Meer dan 5 miljoen olifanten onder de grond. Dat is een massagraf, denk ik. Oké. We hebben ook eens een wat-als-scenario uitgerekend. Wat als we nu eens alle niet bebouwde oppervlakte omzetten naar de potentieel natuurlijke vegetatie? Wat als we nu overal de natuur spontaan zijn gang laten gaan? We gaan nergens ingrijpen. Dan zie je
dat er daar gemiddeld 21,84 hertz, bijna dubbel zoveel koolstof kan opgeslagen worden. En dus dan zie je het belang van vegetatie in de koolstofcyclus, maar eigenlijk ook het belang van die abiotiek. Want dan ga je zien dat op je natte bodems je elzenbroekbossen gaan komen, je droge bodems meer je eiken, beukenbossen, eigenlijk je climaxvegetatie. Maar dat is dus wel belangrijk. Hè? Landgebruik en het daaraan gekoppelde landbeheer is belangrijk in het hele koolstofverhaal, in de hele koolstofcyclus. Nu heb ik opnieuw uit het NARA-rapport, uit het natuurrapport, per ecosysteemdienst. Dus daar is een rapport over die ecosysteemdienst klimaatregulatie en koolstofopslag in de bodem, waar ik het tot nu toe over heb gehad. Maar daar kijken ze ook naar welke drivers spelen daar nu een rol. Hè, wat is daar nu belangrijk? En ik heb er een aantal van in het vet gezet. Want ik denk dat dat wel iets is wat dat belangrijk is en ook relevant is voor jullie. Toedienen van koolstofrijk materiaal natuurlijk. Als je gaat bemesten, organische bemesting, ja, dan ga je natuurlijk meer organische stof gaan toevoegen dan kunstmest. Dus in die zin ga je daar ook meer koolstof kunnen gaan opslaan. Beheer van veegronden, eigenlijk heel warts en verhaal belangrijk, om die dan ook, dat zijn nu koolstofhotspots, daar kom ik zelf ook nog eens kort op terug. Maar die moeten dan eigenlijk beheerd en beschermd worden, want dat zijn net de hotspots. Daar is al heel veel koolstof in opgeslagen. Ik denk dat het dan ook belangrijk is om dat zo te houden. En daaraan gekoppeld uw waterhuishouding, bosbeheer, ook nog een interessante. Wat je vaak ziet, is je hebt eigenlijk meerdere keuzes. Je kan oogstresten gaan achterlaten. Bijvoorbeeld 60% van uw takhout achterlaten. En het andere uiterste is dat je de whole tree harvesting gaat doen en je gaat de hele boom wegpakken. Natuurlijk, als je de hele boom weg gaat nemen, ga je ook je koolstof uit je systeem halen. En net hetzelfde ga je dan ook nog eens je stronken gaan uitvrezen en heel je wortels meepakken. Ga je één de koolstof wegpakken, maar je gaat ook de bodem die dat daar ter plaatse zit en heel het gekoppelde bodemleven gaan verstoren. Daar gaat weer meer lucht in de bodem komen, dus meer lucht. Ja, ook weer de kans dat je organische stof wordt afgebroken. Gelijkjarig versus ongelijkjarig bestand. Eigenlijk wat ik daarnet zei, die rol van structuurvariatie en ongelijkjarige bestanden, waar dat de ene boom al hoger is dan de andere. En je ook in die hoogteniveaus kan variëren, gekoppeld aan je input verhaal. En natuurlijk ook de boomsoortenkeuze, afbreekbaarheid van je strooisel. Heb je daar lindes in staan? Je strooisel is dan zeer goed afbreekbaar, zit dan eigenlijk binnen een jaar daarna of een aantal maanden daarna al afgebroken en al in je mineralenbodem. En mineralenbodem, hoe dieper het zit, hoe beter het ook beschermd is, hoe minder snel het kan afgebroken worden. En in een naalbos zie je dan ook dat vaak moeilijk afbreekbaar is, dat er daar humuszuren gaan gevormd worden, die dan weer de afbraak gaan bemoeilijken. Dus er gaat heel veel koolstof opgeslagen zitten in je bosbodem, in je strooisellaag, terwijl in loofbossen ga je dan weer net meer in je mineralenbodem gaan vinden. En naar stabiliteit toe is dat wel allebei belangrijk om in rekening te brengen. Dan heb ik nog een aantal resultaten van het Koolstof Hotspots project, waar dat Wart ook aan heeft meegewerkt trouwens. Het was een opdracht van het agentschap Natuur en Bos om eens te gaan kijken naar in welke gebieden van hun, in welke natuurgebieden die zij bezitten of beheren, nu het meeste koolstof zit opgeslagen. Dus als we eens naar die resultaten gaan kijken opnieuw, wat vinden we hier, wat is belangrijk? Bodemtype, grondwaterstand, kleigehalte heb ik al aangehaald. Maar in deze studie hebben we ook landgebruik mee in rekening gebracht door te kijken naar het BWK-type. Door te kijken naar welke hoofdklasse van de BWK is er aanwezig. En je hebt daar eenheid 1, eenheid 2 en eenheid 3. Dus ook die eenheden 2 en 3 zijn belangrijk. Ook, het hoeft niet altijd het dominante landgebruik te zijn wat gaat bepalen hoeveel koolstof er kan opgeslagen worden. Het zijn ook die dat misschien in iets mindere mate aanwezig zijn. Als daar nu net een poel ligt bijvoorbeeld, kan ook weer veel opgeslagen worden. En dan zie je hier ook weer een aantal vegetatietypes terugkomen. En dat zijn net die natte types, de moerassen, de venen, de alluviale bossen ook. En waar dat dan het minste zit, waren in dit geval de heides, C, hoofdklasse C. Uw heides, omdat die ook weer, eigenlijk vooral de droge heides. Want natte heides, ook daar heb je weer
standplaatsfactoren die dat uw afspraak gaan bemoeilijken. In de droge heides gaat dat weer wat minder zitten. En hier wat vonden we ook de Q, de droge eikenbossen. Ook daar vonden we minder koolstofopslag dan in de andere eenheden. En daar ook eens naar de algemene resultaten gaan kijken. Wat vonden we nu? Eigenlijk het moeilijkste van heel dat project was om met een definitie te komen. Wat is een koolstofhotspot? Vanaf wanneer slaat een systeem voldoende koolstof op om te spreken van een hotspot? Hier is meer opgeslagen dan de rest. Dus dat was eigenlijk moeilijk. We hebben daarvoor twee niveaus gedefinieerd. We hebben eerst gaan kijken van uw koolstofopslag in dit perceel. Hoeveel koolstof slaat dat op in verhouding met het ecodistrict waarin dat gelegen is? En hoeveel koolstof slaat dat op met ja, het Vlaams, ten opzichte van het Vlaams gemiddelde? En als het dan meer dan 125% van die gemiddelde koolstofopslag van het ecodistrict of Vlaanderen bevatten, dan spraken we van een hotspot. En dan zag je dat ongeveer 10%, 11%, afhankelijk van welke definitie je gebruikt, als hotspot gedefinieerd kan worden. En opnieuw, dat komt dan overeen met die natte bodems of de bossen. We hebben dat model ook gevalideerd. We zijn ook eens gaan kijken naar een aantal lokale plaatsen om te zien of dat model nu net goed was. En eigenlijk kan je heel die slide samenvatten in één zin. Dat is een zin die ik even geleen van professor Karel van Kampenhout, ook van de KU Leuven. Zij kijkt soms sceptisch naar modelleringspogingen en zij zegt: het model is eigenlijk een beetje als je eigen paaseieren verstoppen. Dat is maar zo goed als de data die dat je erin steekt. En dat is eigenlijk ook wel gebleken in dit geval. De studiesites Ravels en Kamp Beverlo zagen we dat het model redelijk goed was. Dat was goed in staat tussen uw gemodelleerde, dus wat wij uitkwamen, en gemeten koolstofvoorraden, dus wat dat we in het terrein zijn gaan meten en hoeveel dat we daar bekwamen. Zag je van oké, dat is goed. En dan zag je ook wel dat we daar heel veel datapunten voor hadden. Voor de IJzervallei waren er gemeten waardes, die dat je op het veld waargaf, veel groter dan de geschatte waarden. En dat was omdat we daar veen zijn tegengekomen. En dat veen was niet gekarteerd op de bodemkaart. En we gebruikten net de bodemkaart als inputlaag. Dus je bent afhankelijk van één, welke datapunten je hebt. Welke data heb je? En twee, welke inputlagen gebruik je en hoe nauwkeurig zijn die? Staan daar fouten op? Ja, dan gaat je uitkomst ook fouten bevatten. In de Scheldemeerse was het andersom. En dan was de gemeten waarde lager dan de geschatte waarde, omdat het terrein daar recent werd opgehoogd. En omdat we wel informatie uit de bodemkaart hadden dat er veen aanwezig was, maar het eigenlijk niet in het echte aanwezig was. En in het Soniewoud ook hetzelfde verhaal. De gemeten waarde was daar lager dan de geschatte waarde. In die gebieden overschatten wij de koolstofopslag. En dat was ook weer omdat die droge valleibodems ondervertegenwoordigd waren in de dataset die dat wij hebben gebruikt. Dat waren de resultaten van het koolstof hotspots project. Nog heel kort, want ik denk dat mijn tijd bijna op zit. Een aantal tools die jullie kunnen gebruiken om koolstofopslag en eigenlijk ook heel veel andere ecosysteemdiensten te gaan in kaart brengen. Het eerste is de Ecoplan plugin, Ecoplan SE, Scenario Evaluator. Jullie hebben misschien al van het Ecoplan project gehoord. Dat is afgelopen in, ik denk, 2016 of 2017. En een van de eindproducten die we daar hebben opgeleverd was een QGIS plugin. En dus dat is heel makkelijk, gratis te gebruiken ook. QGIS is een open source software. Kan je die plugin installeren en je kan voor elk gebied dat je hebt, zolang je maar een shapefile hebt, een perimeter van een omleiding van je gebied, kan je daar die ecosysteemdiensten uitrekenen. En je ziet dat er daar 18 ecosysteemdiensten in zit en dat één daarvan koolstofopslag in de biomassa en koolstofopslag in de bodem is. En dus zelfs ga ik daar een aantal resultaten van tonen. En ook de natuurwaardeverkenner op de volgende slide, ook een heel nuttige tool, is in een webomgeving. Dus je moet geen QGIS hebben, je moet gewoon surfen naar natuurwaardeverkenner.be en dan kan je ook voor een bepaald studiegebied gaan kijken welke ecosysteemdiensten er geleverd worden. En ook interessant, dat geldt ook voor Ecoplan, gaan kijken wat gaat er nu gebeuren als ik die landgebruiksverandering doorvoer. Je kan ook scenario's gaan begroten, zowel met Ecoplan als met de natuurwaardeverkenner. Ik heb dat eens losgelaten op jullie projectgebied Courange-les-Bains. En dan zie je met de Ecoplan plugin, dus, ja, voilà, dankjewel, zie je daar ook weer dat je
voor deze perimetercurve erbij. Dus misschien is niet iedereen daarmee vertrouwd. Het ligt ten noordwesten van de stad Hasselt. Tussen Hasselt en de Herkenrode, of de Herkenrode City ligt er denk ik zelfs op. En dan zie je daar ook dat je dat kan bekomen. En hoeveel koolstof zit er nu opgeslagen in de bodem? Opnieuw, dat is iets wat dat u een inschatting geeft van de voorraad. En van hoeveel koolstof zit er nu op? Je kan een scenario gaan doorrekenen. En van hoeveel zit erop als ik nu eens alles onder PNV zet, onder potentieel natuurlijke vegetatie of onder akkerland. Of ik doe hier dit perceel verandering van het ene landgebruik A naar B. Je krijgt dan wel twee schattingen, maar weet dat dat iets is wat niet van de ene dag op de andere verandert of van het ene jaar op het andere verandert. Er zijn studies die aantonen dat dat ongeveer 100 jaar duurt voordat je een nieuwe evenwichtssituatie hebt bereikt. Dus dat is wel belangrijk om in rekening te brengen. Nog, gewoon om jullie ook te laten zien, Ecoplan levert ook informatie over al die andere ecosysteemdiensten, zowel in fysische eenheden, in koolstofopslag, bijvoorbeeld ton koolstofopslag per hectare, maar ook in monetaire eenheden. Daar is dus ook een monetaire vertaling gebeurd voor al die ecosysteemdiensten. Voedselproductie, houtproductie, waterproductie, is dat makkelijk, maar koolstofopslag in de bodem is eigenlijk ook wel een marktwaarde van. Maar bijvoorbeeld geluidsreductie of gezondheidseffecten door contact met groen, met de natuur of recreatie, dat zijn dan wel, daar zitten ook heel geavanceerde waarderingsmethodes, zijn daarvoor gebruikt. En dan de volgende slide is, wat ook handig is, denk ik als je de resultaten wilt gaan communiceren, is dat je dat ook in alternatieve eenheden kan uitdrukken. Watervoorziening gaat. Of ja, er wordt zoveel water in dit gebied voorzien dat equivalent is aan zoveel huishoudens, de drinkwaterconsumptie van zoveel huishoudens, of zoveel Olympische zwembaden, of koolstofopslag in de bodem, zoveel personen hun jaarlijkse CO2-uitstoot. Dat denk ik ook wel leuk is. Of vermeden autokilometers enzovoorts. Dat zijn ook wel leuke communicatiepunten. Ik ga niet lang meer trekken hoor. Ik denk wel in mijn leven natuurlijk, maar deze presentatie. Natuurwaardeverkenner, kan je dat ook doen en kan je dat ook uitrekenen. Hier opnieuw voor hetzelfde gebied. En wat hier ook heel handig is, die scenario's kan je gewoon met je muis intekenen. En dus ik heb hier ook eens gekeken naar welke ecosystemen er worden nu in het gebied geproduceerd. En dan zie je een tabel op de volgende slide staan. Ook weer een overzichtje. Koolstofopslag in de bodem, ton koolstof per jaar. En ik heb ook eens een scenario doorgerekend, wat als we nu dus een heel deel van dat gebied omzetten naar een alluviaal bos. En dat ga je op de volgende slide zien, op de figuur. Ik heb gewoon, het is geen officieel scenario, dat is ook iets handigs wat je met de natuurwaarde kan aanduiden. Ik kan zeggen dat het een fictief scenario is, want dat geeft je misschien meer vrijheidsgraden. Ik heb de Demer gevolgd en de randen, linker en rechteroever van de Demer, omgezet naar alluviaal bos. En dan zie je ook weer, en op de volgende slide krijg je een mooie overzichtstabel. En kan je zien in je huidige situatie hoeveel koolstof wordt er nu opgeslagen in de bodem. En in je toekomstig scenario, hoeveel wordt er dan opgeslagen. En je ziet ook het verschil. Dus door die landgebruiksverandering door te voeren, ga je eigenlijk extra koolstof kunnen gaan opslaan in de bodem. Dus dat is... Dat zijn die resultaten. Dan heb ik nog een aantal take-home messages. Ja, in deze tijd is dat eigenlijk stay-home messages. Verschillende ecosysteemdiensten hebben wortels in de bodem. De bodem is heel, heel belangrijk. Als we eens gaan kijken welke verklarende variabelen er nu net zo belangrijk zijn om koolstofopslag te gaan verklaren, is dat je bodemtype, kleigehalte, grondwaterstand, vegetatie en eigenlijk ook je beheer. Wanneer je een dunning uitvoert, ga je een deel van je biomassa achterlaten op het terrein of niet? Net hetzelfde met je graslandbeheer. Ga je daar je maaisel wegpakken of niet? Je kan het natuurlijk nog altijd. Je moet eigenlijk op zoek gaan naar win-win, koolstofopslag en biodiversiteit ook. Maar ook met het beheer. Ga je maaisel. Je kan het nog altijd gebruiken om dan bio-energie van te maken. Dan geef je het ook nog altijd een andere functie. En dus die win-win tussen koolstofopslag en biodiversiteit. Enerzijds naar je structuurvariatie, maar ook je veengebieden. Eigenlijk wat dat Wart daarnet zei.
UV-gebieden zijn heel belangrijk in koolstofopslag, maar ook voor biodiversiteit. En dat zijn Natura 2000 habitattypes 7110 en 7120, als ik het goed voor heb, die je ook kan ontwikkelen. Dan heb je zowel een heel belangrijke functie naar koolstofopslag als naar het behoud van en het beschermen van biodiversiteit. Zijn dat eigenlijk belangrijke elementen en moet je ook focussen op die hotspots, zowel met beleid en het beheer. En om dat te doen, om dat beleid en het beheer te ondersteunen, kan je gebruik maken van die rekentools, zoals de Ecoplan SE en de Natuurwaardeverkenner. Maar weet dat lokale kennis over je lokale context, en dat zagen we bij de validatie van het hotspotsmodel, belangrijk blijft. Hè. Als jij als terreinbeheerder nu weet van ah, hier zit veen opgeslagen, dan ga jij veel beter weten dan dat model. Dus in die zin is dat ook weer super belangrijk. En dat was eigenlijk mijn presentatie. Als er vragen zijn, zijn ze zeer, zeer welkom aan het einde van deze sessie.